En volwassenen, oh, wat verschrikkelijk. Verschrikkelijk gezellig. Oh, blijven jullie lang? Ja? Oh, wat vreselijk. Even hier tussendoor. Oké, let op. Ze blijven lang, ze blijven lang. Oh, daar zitten ook nog kinderen. Ah, en daar. Ah. En daar ook. Oké, jullie blijven dus lang. Oh, nou, oké. Eén ding. Als ik beloof dat ik een mooi verhaal ga voorlezen, gaan jullie dan straks allemaal lekker naar huis? Oh, fijn. Goed. Nou, let op, hè. Achterin ook, hè. Ik zie jullie van achter ook, hè. Let op. Ga ik nu voorlezen, maar let goed op, want als je niet goed luistert, verander ik jullie in kikkers. Goed. Nou, mijn naam is Grauwhelda. En, hallo daar ook. En ik, nou ja, dat had je niet kunnen denken, maar ik ben een heks. En ik woon boven de bossen van eergisteren. Boven de toppen van de hoogste bomen. En boven de grijze wolken. Over de zwarte berg waar de volle maan altijd schijnt. Ah, oh, mooi hè? Vroeger had ik 2 zussen, maar die zijn er niet meer. De oudste lette niet op tijdens een vlucht met haar bezen en me botste zo tegen de maan. De jongste boog diep voorover in een grote onzichtbaarheidsdrank en toen plons viel ze erin. We hebben er nooit meer gezien. Ze kan hier zijn hoor. Nou ja. Ik ben dus de laatste heks van de bossen van eergisteren. Misschien ben ik wel de laatste heks van de hele wereld. Zie je, wij heksen werden jarenlang opgejaagd door gluiperige ridders en heksenjagers. En daarom woon ik dus bovenop die top van de Zwarte Berg. Veilig achter de dichte bossen vol wolven en spinnen. Waar mensen niet durven te komen. Helemaal alleen. Nou, dat vinden jullie misschien zielig. Maar ik heb het hartstikke druk hoor. Echt, ik moet enge drankjes maken. Toverspreuken verzinnen. En iemand moet dat soort dingen toch doen? Nou, dan maar een heks. Hè? En ik hou van muziek. Elke nacht zing ik een lied voor de maan. En heel soms zingt de maan terug. Au. Vandaag is het niet soms. Thank you.
Ik ben een drank gaan uitmaken van vieze sokken en kikkers, maar ik heb nog iets nodig. Nog een haar van een vader en spuug van twee kindjes. Even kijken. Is er een vader met haar? Dat is al heel weinig, vind ik zielig. Is er een vader? Oh, wat een mooie haar. Kom, wil je een kikker worden? Dank u wel. Ah, ik heb een haar, nou moet ik nog twee kindjes. Ik vind dit een leuk kindje. Je wordt niet opgegeten, echt niet. Njam, njam, njam. Is er nog een meisjeskindje? Wil jij mee? Jij bent groot genoeg. Hou je tas vast. Jullie hoeven alleen maar even in de ketel te spugen. Oh, een haar van een vader. Jongens, orkest, jullie hebben geen idee wat dit brouwsel gaat worden. Hier, kindjes. Spuug even goed in die ton. 1, 2, spuug. Goed zo, applaus voor deze kindjes. Goed zo. Nu vragen jullie je vast af. Waarom werden wij eigenlijk opgejaagd als heks? Nou, het is allemaal de schuld van de koning. Die heeft besloten dat heksen slecht zijn, gemeen en naar en vies en eeuw. En ze moeten allemaal weg in stukjes gehakt, dat zei hij. Ze moeten in stukjes gehakt, rotvent. Hij denkt dat wij 's nachts boven de dorpen en steden vliegen en alles betoveren wat wij zien. Dat wij honden in katten veranderen en katten in honden. Maar wat weet hij ervan, dikzak? Die domkop woont gewoon in een paleis midden in de stad. En daar zijn helemaal geen, en met dikke muren, geen heks die daar naartoe wil. Echt niet. Echt niet. En op heldere nachten kan ik de lichtjes van het paleis, net zoals hier aan de muur, in de verte zien stralen. En als er dan een bal wordt gehouden, hoor ik heel zachtjes in de verte, hoor ik muziek. La, 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 la. La 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 la. Dat is niet mijn soort muziek hoor, echt niet. Nee, met mensen en koningen heb ik liever niets te maken. Mensen, maar met griezels wel. En de griezels van de wouden, daar kan ik goed mee overweg. Eén keer per jaar, dat is bijna, één keer per jaar geven we een groot feest op de heide. Aan de rand van de bossen van eergisteren. Dan vliegen, kruipen, glijden en glibberen de meest gruwelijke griezels naar het bos. En dan wordt er de hele nacht gedanst en gezongen en heerlijke hapjes gegeten. Maar een paar jaar geleden liep alles heel anders. Echt heel anders. Het begon allemaal een paar dagen voor het griezelfeest. Ik was al druk bezig met voorbereiden, de leukste tijd van het jaar. Lampionnen maken van doodshoofden. En heerlijke drankjes van kikkerdril en vleermuizensap en uitgeknepen ratten. Het was avond en het stormde flink. Donder en bliksem, waar ik dol op ben, hè. Oh, het stormde flink, maar ik hoorde nog iets anders in de bossen. Ik hoorde roepende stemmen. Huh? Dat was vreemd. Mensen uit de stad lieten zich bijna nooit in het bos zien rond deze tijd. Veel te donker en gevaarlijk. Ze sloten zichzelf liever op in hun huizen, veilig achter de stadsmuren. Maar nu liepen ze met een hele stoet door de bomen en riepen om iets of iemand, vreselijk irritant. Ik probeerde net een drankje te maken waarmee ik konijntjes in draken kon veranderen. Maar ja, ik werd steeds afgeleid. En uiteindelijk pakte ik mijn bezemsteel en vloog vanaf mijn berg naar het bos, om uit te vinden waar ze naar zochten. En ik hoorde het al snel. Twee kindjes, een jongetje kindje en een meisje kindje, waren verdwaald in het bos. En nu
was het voor kinderen altijd al gevaarlijk in het bos. Maar deze avond was het nog gevaarlijker. De donder liet de grond beven. Kabam! De bliksem spleet de takken. En de boomgeesten huilden in het woud. Toevallig kwam ik ze tegen, de twee verdwaalde kindjes. Diep in de bossen van eergisteren, hopeloos verdwaald, mag ik wel zeggen. Ze hadden niet eens broodkruimels gestrooid. Hoe stom kan je wezen om de weg terug naar huis te vinden? Het was midden, inmiddels bijna ochtend, en zoekende mensen waren huilend en snotterend. Teruggegaan naar huis. Maar wat moest ik met die twee kinderen? Het was gevaarlijk in het bos, echt. Zelfs overdag. Dus maakte ik een fraaie landing op mijn bezemsteel. En ik stapte af en maakte een diepe buiging voor de kindjes. Zoals alleen een deftige heks kan doen. Goedemorgen, snotneuzen, zei ik. Het is me opgevallen dat jullie verdwaald zijn.
Het zal nog lang duren voor jullie eindigen in de maag van een weerwolf of zo. Mag ik jullie uitnodigen om bij mij thuis de nacht door te brengen? Zal ik jullie vanavond, als het donker wordt, weer naar huis brengen? Hm? Maar, zei die jongen. Het meisje maakte zijn zin af. Ze was duidelijk de allerslimste van de twee. Maar u bent een heks, zei ze. Heksen vliegen 's nachts boven de dorpen en steden en die betoveren alles wat ze zien. Die veranderen alle honden in katten en katten in honden. Ach, onzin, zei ik. Je moet niet alles geloven wat je leest of hoort. Of waar je die onzin ook vandaan hebt. Nou, komen jullie nog mee? Graag of niet, hoor. En ik had verwacht dat ze zouden snotteren en brullen. En om hun moeder zouden roepen. En meer van dat soort vervelende kinderen gedoe. Maar het was eigenlijk best gezellig. Ze vroegen van alles over mijn leven. Ja, over mijn leven als heks. En interessante spulletjes in mijn huisje. Ze wilden mijn gedroogde padden zien. En mijn ketel vol drakenkots. Mijn wrattenverzameling. Nou ja, en voor we door hadden, stond de volle maan al hoog boven de hemel. Een beetje laat om Jacob en Willemien, want Jacob en Willemien, zo heten ze, weer terug naar huis te brengen. En ze leken er zelf ook eigenlijk helemaal niet zo'n zin in te hebben om terug te gaan. En dus vroeg ik of ze zin hadden om iets leuks te gaan doen. En natuurlijk, kinderen hebben altijd zin om iets leuks te doen. Althans, ik wist niet zo heel veel van kinderen, maar wel dat kinderen altijd iets leuks willen doen, waar of niet? Dat bedoel ik, daarom zitten jullie hier. En dus zet ik me op mijn bezensteel, de kinderen voor en achter me, en we vlogen over de bossen naar de ruïne van het oude kasteel, voorbij de mistige heide. En geloof me, in de ruïne van dat oude kasteel, daar is het pas echt leuk. Zie je, daar wonen namelijk vampiers en kobolden en vlerken en vladders en geriezels en geruwels. Oh. En doe niets liever dan dansen in het maanlicht. Van links naar rechts en nog een keer. De griezels en spoken, zij dansen graag. Van links naar rechts en nog een keer. Wie niet in de maag kan, die krijgt een pak slaag. La 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 la. En toen de klok middernacht sloeg, dansten we in het maanlicht met vleermuizen en voorbij waaiende spoken. Gruwels, grauwe vlerken, vladders en een heks met twee verdwaalde kindjes. Thank you.
na die nacht, bleven Jacob en Willemien eigenlijk een beetje hangen. Ja, ik kreeg de indruk dat ze helemaal niet naar huis wilden. Misschien hadden ze wel hele onaardige ouders. Er waren toen meer dan genoeg onaardige ouders. Houthakkers die geen geld meer hadden om eten te kopen en hun kinderen er maar achterliet in het bos. Nou ja, of moeders die met hun kind met een mandje vol eten naar het huis van grootmoeder stuurden, hoewel ze wisten dat het bos vol zat met hongerige wolven. Nou, deze twee kindertjes hadden geluk dat ze door mij werden gevonden. Ja, het werd eigenlijk een hele gezellige tijd. Ja, ze hielpen me met voorbereiden van al het lekkers voor het feest. Jacob maakte een enorme, zwart verbrande moddercake. Nou, was hartstikke trots, joh. En boven op de top van die cake had hij een heel klein heksenhutje gezet onder de volle maan. Nou, is dat lief? Dat is toch lief? Nou, dat had Jacob gemaakt. En Willemien maakte, nou echt, mevrouw met dat ding hier, die maakte echt een heerlijke naakslakpudding. Och, zo'n glibberige pudding. Met geroosterde mieren, hè? Tuurlijk. Want die, ja, geroosterde mieren, die kraken namelijk heel lekker als je erop bijt. En slagroom. Ja, natuurlijk, slagroom. En 's nachts speelden we samen op open plekken in het bos. Nou, wat deden we? We bolden, net als grote mensen doen met zo'n bal. Wij bolden met doodskoppen. En we speelden tikkertje met de wolven. En we hielden zwemwedstrijden in het stinkmoeras. Maar iets zat me dwars. Zie je? Die mensen die bleven maar zoeken. Af en toe hoorde ik ze roepen in het bos. Of ik zag de lichtjes van de lantaarns in de verte. Maar ik zei er nooit iets over tegen Jacob en Willemijn. Als Willemijn me vroeg: Grauwelda, wat zijn toch al die lichtjes in de verte? Dan antwoordde ik: dat zijn dwaallichtjes, meisje. En die lokken niets vermoedende wandelaars het moeras in. Waar ze vreselijk en gruwelijk en grijselijk gaan verdrinken. Blijf maar uit de buurt van die lichtjes. Ja, die mensen bleven maar zoeken en bleven maar zoeken. Weer of geen weer, storm of geen storm. In de donkere holen, in diepe ravijnen. Plekken waar mensen normaal nooit durfden te komen. Echt niet. Ik begon het echt vervelend te vinden. Ik denk, nou ga weg. En toen ik weer eens een zoekende stoet door het bos zag trekken, stuurde ik er een troep wolven op af. Wow, je had ze moeten zien rennen, man. Thank you.
De zoekende mensen bleven maar komen. Elke dag en elke nacht dwalen tussen die bomen en maar herrie maken, want zo zijn de mensen. Het hele bos begon te klagen. Aardmannetjes, kobolden, kabouters, trollen, allemaal hadden ze meer dan genoeg van die vervelende indringers. En ik twijfelde. Ik vond Jacob en Willemien heel aardig. En we hadden het heel gezellig samen. maar eigenlijk moest ik toegeven dat ik me een beetje schuldig begon te voelen. Dat is raar. Daar schrok ik zelf een beetje van. Me schuldig voelen? Stel je voor, ik was een echte, valse, taaie heks die zich schuldig voelt. Ik ben gemeen en ik ben erg en ik ben laag, griezelig. Nou ja, angst veroorzaken, dat vindt een heks geweldig. Daar smullen we van. Maar wanhoop, dat is een ander verhaal. Hun ouders moesten ze wel heel erg missen. En dus besloot ik toch maar het aan de kinderen te vragen. Op een mooie avond, toen de... Ik heb mijn goede dag, ik eet er niet op. Op een mooie avond, toen de zon net wegzakte boven de boomtoppen, vroeg ik, wie zijn jullie? En waarom zoekt iedereen zo fanatiek naar jullie? Nou ja, toen kwam het hoge woord eruit, hè. Hou je vast. Jacob en Willemien vertelden toen dat ze prins Jacob en prinses Willemien waren. Niemand minder dan die kinderen van die vervelende koning die zijn hele leven al jacht op heksen maakte. Ze waren weggelopen uit het paleis boven de stad, omdat het leven er zo saai was. Kan je je voorstellen? Dag in, dag uit, saaie etentjes met deftige mensen en dure kleren en gouden strikjes die niet vies mochten worden. Ik werd er een heel klein beetje boos over. Verdurrie! Zulke belangrijke kinderen. Geen wonder dat er zo hard naar ze werd gezocht. Nou... Ja, en toen begon Willemien natuurlijk te huilen. En daar kon ik helemaal niet tegen. Dus ik sprong op mijn bezemsteel. En ik ging een stukje vliegen. Want ik was misschien een boze heks. Maar ik was ook een verwarde heks. En ik wilde even alleen zijn.
Ja, ja, ik had het al een beetje verwacht. Toen ik terugkwam, bij mijn hutje uitgevlogen, hadden de kinderen besloten dat ze eigenlijk, nou ja, toch wel weer graag naar huis wilden. Want hun donzen dekbedjes lagen zo lekker. En hun ouders waren toch wel een heel klein beetje aardig. Nou ja, ze beloofden me wel dat ze af en toe terug zouden komen op bezoek. Als hun ouders dat tenminste goed vonden. Ik zei, nou ja, dan moet dat maar. Maar ja, het was inmiddels de dag voor het grote jaarfeest op de heide. Dat wilden ze natuurlijk meemaken. Ze hadden toch niet voor niks met die voorbereidingen meegeholpen. Maar de volgende ochtend, beloofd, zouden ze dan teruggaan. Nou goed dan. Maar ze moesten wel oppassen op het feest voor sommige gasten. Want die zouden misschien denken dat die twee malse kindertjes geen gasten waren, maar bedoeld waren om op te eten. Vooral weerwolven en trollen. Kijk je uit? Vooral weerwolven en trollen moet je altijd in de gaten houden, kinderen. Altijd. Denk nooit leuke weerwolf. Weerwolven, heel gevaarlijk. Die lusten niks liever dan zo'n lekker mals meisje met mooie laarzen. Met bosbessensaus natuurlijk. Of gebakken kinderteentjes. Oeh, gebakken kinderteentjes met geprakte kinderneus. Nou ja, heerlijk toch? En toen het donker werd, moest ik mijn mooiste jurk aantrekken en gevlochten van spinnenwebben. We gingen met z'n drietjes op mijn bezem zitten en we vlogen zo naar de heide, waar om middernacht het feest begon. En wat een feest werd het! Het was vanuit alle landen vlogen. Wat staat hier? Ja. Vlogen uit alle grotten en uit alle kelders onder de bedden. Ja, je denkt ze zijn er niet, maar ze liggen onder de bedden van nietsvermoedende slapers. Kwamen de gerelrizels naar buiten. Vuurvliegjes en spoken met gloeiende ogen zorgden voor de verlichting. Er werd gegeten, er werd gedronken, gezongen en gedanst. En hoog boven onze hoofden huilde de wind op de maat van de muziek. En zelfs de maan en de sterren dansten mee.
op het hoogtepunt van het feest. Terwijl ik rond en rond danste met Jacob en Willemijn, gebeurde er opeens iets verschrikkelijks. Niemand had ze zien aankomen, echt niet. Niemand had ze zien aankomen, maar opeens stonden ze daar. Oh, in een grote kring om ons heen, echt. Oh, ze waren op muziek afgekomen en nu hadden ze ons. Nou ja, mij dan, de heks, moet ik maar zeggen. En daar kwam hij aangestapt, die lelijke, dikke kerel met dat stomme kroontje op zijn hoofd. De koning zelf, brr, 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 de heksenjager. Maar de vader van Jacob en Willemijn. Ha, 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 lachte hij. Een mooie nacht. Niet alleen heb ik mijn kinderen terug, maar ik heb ook de laatste heks van de bossen van eergisteren te pakken. Dat zag er niet goed uit voor mij. Dat zullen jullie wel begrijpen, toch? Maar op het moment dat de koning mij door zijn ridders... sla ik nou iets over... Ja, ik sla iets over, zeg. Ze hebben nog een glansrol. Niemand had ze zien aankomen. Maar opeens stonden ze. Ga even een stukje terug. Terug, nou. Heksen kunnen alles. De tijd is teruggezet. Je bent weer 2 minuten jonger. Ja! Niemand had ze zien aankomen. Met glimmende zwaarden en scherpe speren. Let op. De ridders van de koning. Had je toch niet willen missen dit, hè? Nee. Ah, ja, zo is het dan genoeg. Ze waren op de muziek afgekomen en nu hadden ze mij te pakken. En daar kwam hij aangestapt. Ja, weet het al, die lelijke, dikke, vette koning. Met zijn kroontje, de heksenjager, maar ook de vader van Willemijn. Haha, lachte die. Een mooie nacht. Niet alleen heb ik mijn kinderen gered, maar ik heb ook de laatste heks van de bossen te pakken. Het zag er niet goed uit, dat begrijpen jullie. Maar op het moment dat de koning mij door zijn ridders in de pan wilde laten hakken, gebeurde er opeens iets totaal onverwacht. Zijn kinderen gingen opeens zo voor me staan. Laat Grauwelda met rust, zei Jacob. Zo. En Willemien zei, zij heeft ons juist gered van al die griezels. Ze wilde ons komen opeten, echt. En kindersoep van ons maken. En vermicelli van onze vingers. En hamburgers van onze billen. Maar Grauwelda heeft ze tegengehouden. Ze is een held. Nou, dat was eigenlijk wel heel slim bedacht van Willemijn. Ze kon liegen, liegen als een echte heks. Ze was een stuk slimmer dan haar vader, dat kan ik je wel vertellen. Want die snapte er nou helemaal niks meer van. Hij wilde dolgraag alle heksen uitroeien. Maar iemand in de pan hakken die zojuist je kinderen gered hebt? De Kenny, hè? Meneer de dirigent, de Kenny? Nee. Hij dacht even na. Toen zuchtte hij. Goed dan. Laat maar zitten, mannen. Laat haar gaan. De ridders stopten hun zwaarden weg en de koning stapte op mij af. Nou, bedankt. Wil je soms een medaille? Ik heb een heleboel medailles. Nee, dank je. Hoewel ik niet zo goed wist waar hij het over had, ik zei, ik lust geen medailles. Maar toen stelde Jacob een idee voor aan zijn vader. Maar vader, kunt u als beloning, omdat zij ons heeft gered, beloven om voortaan niet meer op heksen te jagen? Nou, de koning aarzelde even. En ik had het eerlijk gezegd niet verwacht. Maar hij zei zowaar. Ja! Nou ja, zeg. Jacob en Willemien namen afscheid van me. En ze gingen terug naar hun paleis. Boven de stad. En nu ben ik dus opeens een heks. En een held. Maar het is maar een klein beetje verschil, hoor. En we leefden allemaal nog lang en gelukkig. Geloof ik. Ik word met rust gelaten nu, dat is waar.
En ik hoef niet meer bang te zijn voor zwaarden en speren. Dat is fijn. Maar zal ik jullie eens iets vertellen? Te veel rust is ook niet gezellig. De prins en de prinses zijn nooit meer op bezoek gekomen. Begrijp ik ook wel. Ze hebben vast heel belangrijke dingen te doen, zoals saaie etentjes met deftige mensen en dure kleren met gouden strikjes die niet vies mogen worden. Nou ja, op een nacht krijg ik vast en zeker genoeg van de eenzaamheid. Dan zal ik de mensen weer eens lekker een bezoekje brengen. Dan ga ik over de torens van de stad vliegen en alles betoveren wat ik zie. Ik maak van honden weer katten en van katten weer honden. En mijn toverdrank is klaar. En tot die tijd, hè? Tot die tijd, als ik dan weer terugkom om te gaan spoken. Proost. Poddenkwijl. Spuug van twee vervelende kindjes. Die haar van die vader. Tot die tijd woon ik gewoon weer in mijn huisje boven de bossen van eergisteren. Boven de toppen van de bomen, boven de grijze wolken en op de zwarte berg. Alleen, helemaal alleen, er is altijd nog de maan die me gezelschap houdt en luistert naar mijn lied. En soms, heel soms, zingt hij terug. Ha. Thank you.
En met deze muziek van John Williams, korte symfonische suite uit de muziek die hij maakte voor Harry Potter, eindigt dit Halloween zondagochtendconcert. Gespeeld door het Gelders Orkest onder leiding van Daniel Reiskin en verteld door de heks Grauwelda, oftewel Lynette van Dongen. Concert dat niet alleen op Radio 4 werd uitgezonden, maar het ook werd gewebcast, was ook te zien via radio4.nl. Het komt binnenkort keurig in het archief van het zondagochtendconcert en dan kunt u, als u dat wilt, nog eens rustig terugkijken. En dat videoarchief vindt u op de website hetzondagochtendconcert.nl. Terwijl er nog flink wordt geapplaudisseerd, vertel ik nog even dat we hebben gehoord in volgorde van opkomst in de hal van de Bergkoning uit Peer Gynt van Edvard Grieg. Daarna de heksenrit uit Hans en Grietje van Engelbert Humperdinck. De heks Baba Yaga van Alexander van Anatole Liadov. De dans macabre van Camille Saint-Saëns. De helle dans uit de vuurvogel van Stravinsky. Kikimora, opnieuw van Liadov. Helse processie uit de James Ensor suite van Flor Alpaerts. En tot besluit dus de al genoemde Harry Potter muziek van John Williams.